dagkijkers. We praten met de heer Henk Redmond van de stichting Vader en Mother Figure in Suriname. En ook deze stichting is participeert aan de ACS-conferentie. En het is goed om de heer Redmond zelf te vragen hoe wij de aanwezigheid van de stichting Vader en Mother Figure Suriname kunnen verklaren op de ACS-conferentie. Ja, dank u wel. Nee, de stichting is inderdaad vertegenwoordigd op deze conferentie van ACS. Ja, we zijn blij dat we hier een booth hebben, dat we hier de mensen kunnen ontmoeten. Maar het doel van de stichting is om ondernemers te versterken. Ja. Dus wij verzorgen trainingen voor ondernemers, het maken van businessplannen. Ja, wij geven business coaching aan ondernemers, ze worden begeleid. Maar het is soms handig om een ervaren persoon naast je te hebben die je helpt om zaken die je moet doen in praktijk te brengen. Want dat is iets wat nodig is in Suriname. Ja, een business coach, iemand die eigenlijk helpt om je succesvol te laten zijn met je business. Ja. Dus dat is een van de doelen van de Vader Mother Figure. Ja, het versterken van ondernemerschap. Mm-hmm. Nou, waarom staan we hier? Het heeft te maken met ontmoeten van klanten, ja, relaties. Omdat wij ook trainingen verzorgen op het gebied van budgetteren. Ja, we leren mensen om te budgetteren, zodat ze geld kunnen overhouden. Of als ze een business hebben, kunnen leven van die business. Want dat is belangrijk, dat die business duurzaam is. Dus dat is één deel, ja, relaties leggen, ja, klanten werven. Ja, klanten werven voor de ondernemersschool die wij hebben. Ja. Dus mensen kunnen zich aanmelden als cursist. Dus stel je hebt een eigen business, of je wilt starten met een business, dan kun je aanmelden bij de ondernemersschool. En dan kun je dus meedoen in 11 weken. Leer je een eigen businessplan te maken. Dus we hebben een aantal mensen ontmoet die graag willen meedoen met deze ondernemersschool. Omdat die namelijk op 16 mei van start gaat. Dus dat is een belangrijke datum. Dus donderdag 16 mei gaat die van start. Voor de 8e keer wordt die gehouden. Dus we zijn heel blij dat mensen interesse hebben ervoor. Omdat we merken dat ondernemerschap voor ons land belangrijker wordt. We kunnen niet meer wachten op multinationals die ons komen helpen. We moeten het zelf doen. Dan als tweede willen we graag mensen ontmoeten uit het buitenland. We hebben een paviljoen hier met mensen uit diverse landen. Ja, je kan denken aan Barbados, ja, Sint Lucia. Ja. Ja, die staan hier. Want wij zijn bezig met een handboek voor export. Ja, dat is een belangrijk document wat we gaan verkopen. Ja, binnen 2 maanden wordt die verkocht voor mensen die willen exporteren. Nou, waarom is export belangrijk voor Suriname? Wij moeten graag deviezen werven door onze producten te exporteren. En deze landen die hier staan, zijn landen die uit het Caribisch gebied komen voornamelijk. En het zijn landen die onze producten kunnen gebruiken. Je kan denken aan cassave. Ja, je kan denken aan de kousenband, ja, je kan denken aan pepers, ja, of aan de tijerblad, ja, kun je aan denken. Dat zijn gewassen die goed te verkopen zijn, zijn ook goed houdbaar, ja, zijn goed te transporteren. We hebben onze National Carrier, ja, SLM, ja, die vliegt op diverse bestemmingen in het Caribisch gebied. Dus in die zin zijn alle mogelijkheden aanwezig om succesvol te kunnen exporteren. En daarom hebben wij die pilot gedaan, we hebben een pilotproject gerealiseerd de afgelopen 2 jaar. Een pilot naar 4 landen, namelijk naar Aruba, Barbados, Curaçao en Sint Maarten. En wat we gedaan hebben, we al die stappen die we hebben gedaan om die pilot uit te voeren, hebben we opgeschreven en die komen in het handboek uit. Zodat mensen die willen exporteren niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Dat is het exportbijbel. Ja, het is eigenlijk een exportbijbel waar je alles kan terugvinden. Ja, ja. Ja, je hoeft niet van het kastje naar de muur te gaan, ja. Wat veel gebeurt. Ja, of te zoeken naar de speld in de hooiberg. Ja, ja, hoeft niet meer. Je kan dus tijd besparen door gewoon het handboek te pakken, ja, te gebruiken en de stappen te volgen, zodat je inderdaad succesvol kunt exporteren. Wanneer uw organisatie zo lokale ondernemers heeft getraind, zijn ze daarna, acht u ze in staat om zeg maar de exportwereld in te gaan? Zijn ze capabel genoeg? Oh ja, dus we hebben een maturity model, een volwassenheidsmodel hebben ontwikkeld om bedrijven te beoordelen, om bedrijven te assessen. Ja.
En die assessment heeft een vijftal levels. Ja, level 1 tot en met 5. En afhankelijk van het onderzoek wat we doen per bedrijf, komt er een bepaald level uit qua maturity. Dus level 5 betekent dat je inderdaad aan al die voorwaarden voldoet om te kunnen exporteren. Er zijn ongeveer 7 tot 8 bedrijven in Suriname die op level 5 zitten. En wij willen graag dat nog meer bedrijven op dat level komen. Okay. Zodat we eigenlijk nog meer kunnen betekenen qua export. Ja, want we hebben een marktonderzoek gedaan. We hebben gezien dat er veel vraag is naar onze gewassen. Ja, er is veel vraag naar onze producten. Alleen wat men dus mist is een stukje ketenmanagement. Uh-huh. Want in feite moet je de hele keten kunnen beheersen. Ja, van de vraag uit naar de exporteur, maar ook naar de verwerker. Er zijn een aantal bedrijven die verwerken. Ik denk aan bedrijven die pomtaier verwerken. Ja, worden ze ook keurig verpakt. Ja. Ja, of cassave, ja, kokos ja, verwerken. Ja, worden ze keurig verpakt en koel gehouden. Ja, en geëxporteerd. Maar daarnaast heb je ook te maken met de landbouwer zelf. Ja, dat die inderdaad in staat zijn om te leveren aan of verwerker of aan exporteur. Dus daarom hebben wij een integrale benadering als FMF. Dus wij kijken naar vanaf het begin, ja, bedrijven die planten, ja, bedrijven die verwerken, ja, bedrijven die exporteren, bedrijven die transporteren, ja, en bedrijven die verkopen. Want een van de uitdagingen van Suriname is dat we inderdaad in staat moeten zijn om nieuwe markten aan te boren, ja, om planten te werven, ja, in het buitenland. Ja, je kan denken aan supermarkten, ja, dat soort bedrijven die graag willen importeren. Dus daar moet je contacten leggen. En wij spelen een rol om inderdaad die contacten te leggen in die landen, ja, zodat de exporteur kan leveren. Uh-huh. Dus het begint allemaal met de klant in het buitenland, dat die een order plaatst en de exporteur die die order gaat verwerken. En je hebt te maken met allerlei andere partijen, zoals douane. Je hebt te maken met inklaringen, je hebt te maken met keuringen, je hebt te maken met certificaten inderdaad. En wij zorgen voor die integrale benadering, waardoor de producten inderdaad op tijd en met een goede kwaliteit kunnen worden geëxporteerd. Ja, zo'n ACS-conferentie is een uitstekend moment om te netwerken. Ja. Is het gelukt? Heeft u al wat contacten kunnen leggen met organisaties, bedrijven in de regio? Ja, inderdaad. We hebben contacten gelegd met de boot van Barbados. Okay. Ja. Dus daar is een belangrijk contact, omdat bijvoorbeeld SLM die vliegt ja, een paar keer per week naar Barbados. Dus dat betekent dat wij die vraag moeten initiëren. Uh-huh. Dat we weten welke hotels en dat soort bedrijven onze producten nodig hebben. Zijn het alleen agrarische producten waar er belangstelling voor bestaat? Ja, voornamelijk. Dus voornamelijk agrarische producten is er belangstelling voor. Uh-huh. Ja, want we merken dat in bepaalde landen, zoals Barbados, dat er veel toeristen komen. Ja, Barbados is een gunstig eiland voor toeristen. Uit Canada, uit Amerika. Daar komen dagelijks enkele vliegtuigen met toeristen. Dat betekent dat er veel vraag is naar voedsel. Ja. En het mooie is dat onze producten, onze gewassen, zijn inderdaad vrij goed bekend bij de mensen. Ja, taaierblad en dat soort producten zijn vrij goed bekend bij de mensen. Ja, zaken als cassave, ja, je kan het verwerken inderdaad, ja, zijn vrij goed bekend. Dus in die zin is er vraag. Ja, er is een infrastructuur ook. Dus het enige wat nodig is, is de mensen met elkaar in contact brengen, aan elkaar koppelen. Zodat het proces van export op gang kan komen. Ja, oké, we gaan afronden. Meneer Redmond, wilt u misschien nog wat toevoegen aan het eind van dit gesprek? Ja, zeker. Ik denk dat dit platform erg belangrijk is om mensen te inspireren om te produceren. Ja. Want dat is wat nodig is, ja, op grote schaal. Dus ik wil ieder oproepen die wil worden getraind op het gebied van het maken van een businessplan. Om zich aan te melden bij ons. Ja, men kan ons bellen of appen via 757-3898. Dus 757-3898.
En de mensen kunnen op 16 mei worden getraind. Dan start die training ondernemerschool. De mensen leren om een eigen businessplan te maken. Want dat is belangrijk als je wil gaan exporteren. Ja. Maar ook als je hier lokaal wil leveren, is het belangrijk om een businessplan te hebben. Ja, want dan kom je eigenlijk meer zelfverzekerd over bij de klanten. Ja. Oké, dank u wel en succes. Ja, dank u wel.